bent is op het Douwterrein, een geïntegreerd chemisch complex. En waar je naar kijkt is een stoomrecompressor. Stoom is een belangrijke energiedrager binnen de chemische industrie. En wat we hier doen is stoom opwaarderen naar een hogere kwaliteit. Douw en heel veel partijen in de industrie staan voor de uitdaging om CO2 neutraal te worden. En stoom is een belangrijke energiedrager voor verwarming en voor aandrijving in de industrie. De industrie heeft ook een hoeveelheid restwarmte en die soms in de vorm van stoom. Om daar iets nuttigs mee te kunnen doen, moet je proberen om die stoom weer een tweede leven en een derde leven te kunnen geven. Dus je kunt dit beschouwen uiteindelijk als een soort warmtepomp. Alleen wij noemen het een open warmtepomp. Die past in de infrastructuur die wij al dagelijks gebruiken. De stoom blijft voor ons een heel belangrijke warmteoverdrachtsmedium. En om die te kunnen hergebruiken heb je een opwaarderingstechniek nodig. En dat is exact wat een stoomrecompressor is. Dit is voor ons nieuw. We hebben breed gekeken. Zijn er al oplossingen in de markt vergelijkbaar met onze zoektocht? Die waren er op dat moment niet. Vervolgens zijn we met verschillende leveranciers van compressoren in gesprek geraakt. En er zijn er meerdere. En gevraagd, zijn er technische belemmeringen om dit te kunnen bouwen? En al zoekende kwamen tot de conclusie, er zijn eigenlijk geen technische fundamentele belemmeringen. Het moet alleen gebouwd worden. Dus nou, we hebben toen een afspraak gemaakt met een van de leveranciers om zo'n proefinstallatie te bouwen. Om een bewijs te leveren dat dit ook werkelijk in de praktijk werkt. Zodat je, als je die kennis eenmaal hebt, later dit op meerdere locaties kunt toepassen. De belemmeringen die we natuurlijk meemaken is dat je met iets nieuws komt. Dus dat levert automatisch de vraag op, is dit al bewezen? Nee, daarom doen we ook een proef. Hè, doen we die pilot. Dan moet je kijken, heb ik een plaats waar ik dit kan uitproberen op een schaal die representatief is voor onze toepassingen? Nou, dan heb je steun nodig van verschillende afdelingen en mensen die daar passie voor hebben om die energiebesparing die je hiermee kunt realiseren, om die werkelijkheid te maken. Wat je meemaakt als je een nieuw idee, een nieuw concept voortdraagt, dan zijn er altijd veel meer mensen die zeggen dat het niet kan, dan dat er mensen zijn die zeggen dat het wel kan. Herbert Douw was de oprichter van Douw 125 jaar geleden. En die zegt altijd, ik heb niet 100 mensen nodig die zeggen dat het niet kan, ik zoek die ene die zegt dat het wel kan. En nou, dat is een van de motto's van Douw. En dat is super belangrijk. Want natuurlijk zijn er barrières die je moet overwinnen. Maar als je voor iedere barrière wegloopt, dan sta je stil. Natuurlijk is het zo dat je een keuze moet maken tussen de verschillende leveranciers. En dan wordt het op basis van de technische specificatie gekeken. Maar ook over de bereidheid van verschillende leveranciers om ook hun nek uit te steken. Want ook voor de leveranciers is het nieuw. Uiteindelijk moet je er één kiezen. En wij hebben dat, in dit geval is dat Atlas Copco geweest, waar we verder mee zijn gegaan. Dat wil niet zeggen dat andere leveranciers dit ook niet zouden kunnen. Alleen ja, op een gegeven moment maken we een keus en dat is goed uitgepakt. Je hebt natuurlijk een financiële uitdaging. Hoe kun je dit betaald krijgen? De installatie die wij hier hebben staan is eigenlijk een hele kleine ten opzichte van de capaciteit die je zou kunnen gebruiken in de industrie. Maar het kost nog steeds een heleboel geld. Ook de aansluitingen op de bestaande installaties moeten worden betaald. Dus dat vraagt afstemming en durf van de verschillende mensen in de afdelingen van ja, we gaan hiervoor. Dus Douw heeft gezegd, wij steken hier geld in. Gelukkig heeft de overheid ook gezegd, wij zien dit als een heel belangrijke mogelijke technologie. Dus wij steunen jullie via een dijsubsidie. Ook de provincie heeft hier ons in ondersteund om deze installatie tot werkelijkheid te brengen.
de business case voor deze installatie is nog niet geweldig. Daar moet je hem iets groter voor bouwen. Maar de kennis die we hebben opgedaan heeft ons genoeg opgeleverd om nu de volgende beslissing te kunnen nemen, mocht die kans zich voordoen. Fijn dat je er bent en welkom ook voor dit interview. Welkom in Zeeuws-Vlaanderen trouwens. Ja, we gaan wat verdiepen aan dit filmpje, gewoon eens even wat vragen stellen. En ook daar wil ik weer een opbouw in hebben. Zo van, ja, wat was eigenlijk de aanleiding? Hoe is het idee ontstaan? Toen van, ja, ga je het project ontwikkelen, ja of nee? Welke factoren hebben daar nou een doorslaggevende rol gespeeld? Wat ben je tegengekomen bij de implementatie? En wat zie je nu als resultaat en hoe kijk je naar de toekomst? En dat laatste is denk ik voor jou ook in je rol als volgens mij directeur warmte bij ISPT, wil ik je toch nog een beetje op doorzagen. Ja. Dus we gaan onze 25 minuten wel vol krijgen, Agen. Gaat goed komen. Mooi. Kees, eerste vraag. Jij liep al met het idee 7 jaar geleden, 2015, tijdens dat Power to Products project waar beide in betrokken waren. Maar dat moet dan al eerder geboren zijn. Ja. Wanneer is dat bij jou gaan leven? Hoe lang was dat geleden en wat was de vonk die dat deed ontstaan? Ja, ik ben al een hele tijd binnen Dow bezig met energiebesparingsprojecten en kijken. Kijk, sommige mensen die slaan dan de Donald Duck open om wat te lezen. Ik keek even naar het milieudiagram. Dus kijkend naar het milieudiagram kijk je op een gegeven moment van hey, ik zie stoom op een hele lage druk. En daarmee een te lage condensatietemperatuur. En daarmee is alle latente warmte, dus de warmte die je nodig hebt om het te kunnen verdampen en de andere kant op te kunnen condenseren, die raak je kwijt. En dat hebben we altijd jaren geaccepteerd. Maar dan is de logica, als ik hem nou kan opwaarderen naar een temperatuur waarbij ik ook dat deel van de energie die in die stoom opgeslagen zit, om die te kunnen valoriseren. En dan betekent het automatisch omhoog tillen in druk en in temperatuur. Als je dat zegt, dan praat je over een compressor. Dan volg je de lijntjes op het milieudiagram en dan zeg je van hé, maar dan heb ik een compressor nodig die stoom comprimeert. En dan zeg je van ja, maar stoom is uiteindelijk ook maar gewoon een gas. Dus dan praat je met leveranciers en dan zeg je van kan dit? Stoom kennen we met name aan de andere kant van de as vaak als een aandrijfmedium voor een turbine. Waarbij je stoom van hoge druk naar lage druk aflaat, dus de andere kant op. De energiecentrale. Hè? De energiecentrales. Maar dat geeft ook gelijk aan dat de kennis op het gebied van draaiende apparatuur, materiaalkeuzes, het behandelen daarvan, dat die aanwezig zou moeten zijn. Nou, dat zijn de twee basisconcepten. Het fundamentele thermodynamische effect wat je probeert te creëren, plus de kennis op het gebied van machines en materialen. Als je die bij elkaar brengt, dan kom je met een leverancier in gesprek en dan zeg je, dit moet toch gaan. Ja, maar het idee leefde al in 2015, maar toen was het er al. Ja. Kun jij voor jezelf de film terugrollen dat je denkt van nou, het was toen en toen dat ik er eigenlijk voor het eerst aan die compressor begon te denken? Ja, je kan dat nooit helemaal precies het aha-moment terughalen. Mm-hmm. Maar het is inderdaad al een behoorlijk aantal jaren geleden. En dan begint het eerst van, zie ik het wel goed? Dus je gaat met collega's in gesprek die waarschijnlijk veel kundiger zijn dan ikzelf op dat terrein. Van, zie ik dit goed? En dan ga je met mensen met een ervaring op het gebied van turbomachinery, zoals wij dat noemen, in gesprek van, zien jullie beperkingen? Zou dit kunnen? Nou, en dan hoor ik iedere keer van, goh ja, oh, aardig idee, oh, leuk. En dan stapje voor stapje creëer je interesse en draagvlak. En dan zie je op een gegeven moment dat je een toepassingsveld ziet binnen de organisatie, waar je zo'n installatie zou kunnen proberen. We zien ons allemaal gesteld voor die energiebesparingsdoelen en daaraan gekoppeld natuurlijk de CO2-besparingsdoelen voor het klimaat. Dus je zult stappen moeten gaan maken. Alleen waar je als groot bedrijf huiverig voor bent, is om onbewezen technologie zomaar botweg in een grote installatie in te bouwen. Dat is veel te risicovol. Dus dan moet je eerst bewijzen dat de technologie ook werkt. Nou, dat is exact wat we hier hebben geprobeerd. Is dat concept, dat idee, kan ik dat vertalen in werkelijkheid op een
op een locatie waar ik nog eigenlijk geen schade kan doen, waar ik die leercurve door kan. En nou, simpelweg dat zeggende, moet je wel zo'n locatie vinden. En je moet draagvlak voor binnen de organisatie krijgen die zeggen, we willen dit steunen. We zien hier de logica van. Ja, ja. Dus een heel proces, hè, waar je dan ingaat. Je zei al, ik ga met collega's praten, ik ga eigenlijk mijn eigen idee valideren. Is dat ook wat je andere asset owners zou adviseren als ze met een idee rondlopen? Ga eerst eens even bij je collega's of bij je peers in je omgeving eens even praten van, joh, wat vind jij ervan? Ja, dat is absoluut heel erg belangrijk. Mm-hmm. Maar waak het ook ervoor dat je je niet te snel laat afserveren. Mm-hmm. Want zoals ik ook in het filmpje heb gezegd, er zijn er altijd 100 die zeggen dat iets niet kan. Mm. Of leeuwen en beren zien. Maar je hebt er eigenlijk een aantal mensen die daar passie voor hebben. En die zeggen, ja, maar dit moet kunnen. Hé, dit vinden we een leuk idee. Die de technische uitdaging zien, maar ook de organisatorische uitdaging zien. En kwam je die ook bij Douw tegen, die zwartkijkers, om het absoluut, maar even zo absoluut. Te zeggen? Ja, dat hoeft geen namen te noemen, maar... Nee, maar dat is inherent aan grote bedrijven, mm-hmm. aan grote, waar mensen samenwerken. Ja. Dat kun je niet zeggen, het ene bedrijf heeft dat wel, het andere bedrijf heeft dat niet. Mm. Dat zit gewoon helaas in de mens. Hè. Sommigen die zijn wat... bereid om wat meer risico's te accepteren dan een ander. Hm. En daar zit ook wel weer een rationaliteit achter. Als je heel erg gefocust bent op het heel betrouwbaar, robuust draaien van je installatie, dan heb je eigenlijk geen behoefte aan afleiding daarin. Ja. En zeker niet als het een toekomstgericht project is, terwijl je met de dagelijkse zorgs te maken hebt. Dan is het al heel gauw van, joh, ga ergens anders met je goede verhalen. Ja, precies. Leuk, maar niet in mijn achtertuin, om het zo maar te zeggen. Exact. Wat maakte dan dat jij wel vasthield aan jouw idee? Want het was een beetje je babytje, toch? Ja, zo ben ik een beetje bedraad. Je hebt die passie nodig om, met name voor energiebesparing, grondstofbesparing, in het licht van allerlei klimaatverandering, allerlei bedreigingen die we op ons af zien komen. Mm. En daar vooruitkijkend, we hebben binnen Douw een denktank waarin mensen die dezelfde ambitie en passie hebben, met elkaar sparren en elkaar uitdagen om met ideeën te komen. En nou ja, daar wordt dit soort dingen natuurlijk ook voorgelegd. Dat is een goed klimaat om met dit soort ideeën aan de slag te gaan en ook wat meer draagvlak onder collega's te krijgen. Ja, en het is ook, het onderschat niet een cultureel effect. In Nederland zijn we gewend om met elkaar de samenwerking te zoeken en ook wat meer risico's met elkaar te kunnen uitwisselen. Dat is niet overal in de wereld hetzelfde. Dus Nederland is wat dat betreft wel een goede kraamkamer voor dit soort technologie. Een land om te experimenteren. Het is een land om te experimenteren. Wordt dat ook herkend door Douw International? Absoluut, wordt dat erkend. Dat een relatief unieke situatie is voor Nederland. Waar we voor moeten oppassen is dat we er alleen maar over blijven praten. Want daar zijn we ook heel goed in. Dus je moet op een gegeven moment wel door en doorpakken en ook de klap erop geven dat het ook werkelijk gerealiseerd wordt. Ja. Nou ja, en ik prijs me gelukkig dat dat met de draagvlak in de organisatie gelukt is. Dat het gelukt is. Maar ook dat is een proces natuurlijk, hè, van idee uiteindelijk tot realisatie. Daar zul je ook keuzes in gehad hebben. Want dit was een optie, hè, die jij tegenkwam waarvan je dacht van, nou ja, waarom doen we dit niet zo? Maar jou kennende, je bent nogal iemand die denkt en innoveert en altijd met nieuwe ideeën bezig is. Ik neem aan dat op jouw bureau nog meer ideeën lagen. En waarom heb je dan voor dit gekozen en niet voor wat anders? Ja, natuurlijk hebben we ook gekeken naar, kan ik nog meer restwarmte terugwinnen via bijvoorbeeld een systeem zoals we net hebben gepresenteerd hebben gezien. Ja. Maar dan denk ik ook weer verder, omdat je in elke locatie waar je met hoogtemperatuurprocessen zit en waarbij de warmte kaskadeert, steeds verder naar beneden stroomt en opnieuw wordt gebruikt, maar op een gegeven moment blijf je met die grote hoeveelheid energie zitten. Dus dan moet je gaan kijken, kan ik die energie aan de bovenkant de kraan dichtdraaien, dat ik het er niet in stop, of een efficiëntere manier van het erin stoppen, waardoor ik minder nodig heb. En op een gegeven moment ontstaat dan onderin het temperatuurgebouw
een schaarste. Want als je geen vraag hebt naar die 3,5 of 12 bar, ja, dan kun je het wel optillen naar 12 bar, maar dan sta je nog steeds van, ja, ik heb er niks aan, ik kan het niet kwijt. Dus het moet passen in het grotere plaatje. Dus je moet, en de vraag werd net ook al even gesteld, van moet je uitzoomen? Moet je verder kijken dan alleen deze installatie? Ik denk niet dat je eraan ontkomt. Je moet een beetje afstand nemen om het grotere schaakspel te kunnen spelen. Dat hebben we gedaan. En waarbij deze technologieën, die op dat moment nog helemaal niet beschikbaar waren, maar als schaakstukken op het spel hebben gezet. En dan duizelde het ons. Wanneer moet je nou wat gaan doen? In welke volgorde? En nou, stoom kun je niet bewaren. Dus de stoombalans op de site moet continu gesloten blijven. Maar we moeten toch de winkel gaan verbouwen, terwijl die wel open blijft. Kwamen we met miljoenen scenario's. We hebben een computermodel laten draaien om de scenario's te genereren. En daar was deze technologie een onderdeel van. En die kiest dan al schakend naar de verschillende scenario's. En dan zie je dat er op een gegeven moment in die tijdshorizon naar de toekomst toe, richting 2050, dat er een noodzaak ontstaat voor het toepassen van dit soort technologie. Oké. Nou, als je op dat moment, als dat zover is, de technologie voorstelt in een projectfase, dat de fabriek gebouwd moet gaan worden, dan ben je typisch te laat. Ja. Dus we hebben gezegd, dan moeten we daarvoor zijn. We moeten die kennis en kunde nu opdoen, door die leercurve heen, want je ziet best zwarte sneeuw als je dit soort dingen voor het eerst doet. En dan moet je aan de hand van die leercurve zeggen, oké, is het robuust of was het een leuk idee en het is gefaald? Ja. Dat moet je trouwens ook accepteren. Want in de wereld van de innovatie zal ongeveer 1 op de 8 ideeën maar tot succes leiden. Maar je kunt niet die ene er bijvoorbeeld uit. Als dat zou kunnen, zou dat ideaal het ook zijn, niet. Maar precies. Het werkt dus niet. Je moet dus accepteren dat er wel eens dingen misgaan en falen. Maar ik hoor je dus eigenlijk zeggen dat in het hele schaakspel, jullie hebben een aantal zetten doorgerekend. En als je dichter bij het eindspel komt, hè, die 2050, dan stonden die stukken nog op het bord. En die wilde je inderdaad graag hebben om de boel schaakmat te kunnen zetten. Absoluut. Ja, absoluut. Nou, mooi. Even naar de ontwikkeling van het project, want het is natuurlijk een hele ontwikkeling geweest. Je noemde in het filmpje ook intern draagvlak, schaalgrootte, hè, het is een pilot, de beperkte business case. Dat waren belangrijke barrières. Hoe heb je die overwonnen? Dat is praten met de mensen die zien dat ze met deze thema's te maken gaan krijgen. Mm-hmm. En mensen met veel kennis op hun vakgebied. Mm-hmm. Dus je hebt mensen met een elektrische achtergrond, mensen met een mechanische achtergrond, mensen met een procestechnologische achtergrond, mensen die verstand hebben van infrastructuur. Dus je hebt eigenlijk al die verschillende facetten. En dan kom je op een gegeven moment natuurlijk met mensen die een projectmatig iets kunnen realiseren. Hè, mm-hmm. Die de hele structuur kennen. Nou, voordat je daar zover bent, moet je natuurlijk eerst een heel goed stuk, een document creëren, waarop men de beslissing kan nemen, ja, we gaan ervoor. En dat heb je ook nodig als je bijvoorbeeld overheidssteun vraagt voor, ik noemde de dijsubsidie, een van de instrumenten die in de gereedschapkist van de overheid zit. Daar kom je niet met een mooi een verhaal. A4'tje. Nee, dan zul je een doortimmerd stuk moeten opleveren. En dat hebben wij samen met Blue Terra gedaan. Blue Terra heeft ons helemaal begeleid gedurende het hele proces van de beoordeling van de leveranciers, de aanvraagproces van de dijsubsidie, tot aan het volgen en realiseren van het proces en het volgen van de resultaten. En die investeringsbeslissing, konden jullie die hier zeg maar in Terneuzen nemen of was dat iets waarvoor je, Houston is het geloof ik, hè? Nee, in ons geval is dat Midland, Michigan. Een deel kunnen we zelf beslissen, mm-hmm. maar een deel moet je afstemmen met wereldwijd. En wat ook belangrijk is, je moet steun krijgen van wat wij noemen de businesses. De businesses die brengen het geld binnen, mm-hmm. die genereren uiteindelijk de. En dan zijn alle de diensten, de functies, die zijn daarin ondersteunend. En de regio's, daar landt het ergens. Mm. Nou ja, en in Nederland is dan zo'n regio. Het
het lokale leiderschap is superbelangrijk om mee te krijgen. Want die geven je een steuntje in de rug met het verhaal naar onze Amerikaanse collega's. Ja. En ja, dan heb je draagvlak te creëren. En dat zijn soms ingewikkelde gesprekken. Ja, je noemde al even zo'n dijsubsidie, maar in het filmpje noemde je ook steun van de provincie Zeeland volgens mij. Ja. Ja. Het zijn allemaal dingen die ondersteunen. Nou weet ik ook dat zeker bij Amerikaanse bedrijven subsidie niet altijd wordt meegenomen in de business case als het gaat om de beslissing. Want een subsidie is geen zekere factor. Hè. Dat is, hangt een zekere mate van, het is conditional om het zo maar te zeggen. Heeft die subsidie in die zin jullie geholpen om over de streep te komen of... Was het een ondersteuning? Hoe zou je dat willen positioneren? Nou, omdat dit een pilot was, zoals ik in het filmpje ook noem, een relatief kleine installatie, die eigenlijk voor de schaal te duur is. Dit is een technologie die is enorm gevoelig voor de economy of scale. Dus hoe groter je hem bouwt, hoe economischer die wordt. Dat hebben we ook van de leveranciers teruggekregen. Van ja, of je nou een 10 tons stoommachine zet, of een 50 tons, of 150 of 200 tons stoom per uur. Kosten zijn niet lineair. Die gaan enorm buigen dat af. Want een heel groot stuk van het werk zit in de engineeringfase. Dus dat is gewoon handwerk. En ja, of ik een nulletje meer op papier zet, dat zijn de kosten niet. Nee. Hè? Dus dus de business case binnen Dow was marginaal, hè, kostendekkend. Maar met het toekomstbeeld van we hebben die technologie straks toch nodig. Laten we nu in een veilige, oneerbiedig gezegd, speeltuin die ervaring opdoen. Nog steeds relatief groot, het is 14 ton stoom per uur, dus dat is toch best wel een serieuze hoeveelheid. Maar op het grotere geheel klein. Als je die ervaring kun je beter nu opdoen dan te laat. Ja, dus een beetje voorsorteren, maar dat was natuurlijk ook nog zo'n business case met de prijzen van toen. Ja. Als je er nu met de bril van nu naar zou kijken, zou je zeggen, hadden we gewoon moeten doen, is een goede beslissing geweest? Ja, met de kanttekening dat je wel ruimte moet hebben in het stoomsysteem. Je moet altijd het grotere plaatje in beeld houden. Ja. Dit ding staat niet in zijn volledige isolatie. Het is een onderdeel in de meerdere drukniveaus in het stoomsysteem. En als je dus vanaf onder terug begint te duwen, dan krijg je wat wij noemen het waterbedeffect. Je gaat hem hier indrukken en ergens anders komt hij omhoog. Dus dat moet je wel continu in de gaten houden. Ja. Was voor deze case nog niet zo belangrijk. Nee. Oké, maar dat speelt een rol natuurlijk. Ja. Ik vond ook interessant te zien in het filmpje, je noemt de bereidheid van de leverancier om zijn nek uit te steken. Ja. Wat was dat precies? Waar lagen dan voor de leverancier de risico's? Nou, een stuk van hun ontwerpkosten en het intern bediscussiëren. Gaan wij hier instappen? Dit is voor ons ook allemaal nieuw. Dus wat je van een leverancier gaat vragen, je gaat ook een stukje ontwikkelingscapaciteit van die leverancier vragen. Want het is niet alleen maar een catalogus-item wat je bestelt. Dus die leverancier moet er ook bereid zijn om die inspanning te doen en met je mee te stappen. En dat is ook een stukje onzekerheid, want het kan ook misgaan. Hè? Je kunt ook dingen over het hoofd gezien hebben. En in de essentie van wat we hebben besteld en wat ze geleverd hebben, werkt het allemaal prima. Het is in de randen van het systeem waar we wat leerervaring op hebben gedaan. In een oliesysteem, in een afdichting, in zulke eigenlijk relatief platvloerse zaken, die dan waar je toch mee te maken krijgt en waar je mee zult naar oplossingen moet zoeken. Ja. In dit is een centrifugaal compressiesysteem, dat automatisch houdt dat in dat je eigenlijk veel makkelijker kunt opschalen dan afschalen. Je kunt niet veel kleiner dan dit. Dan moet je een stap maken naar andere compressortechnologie. Hebben we in de evaluatiefase wel degelijk gedaan. Maar dan kom je heel gauw in of in schroefcompressoren of in plunjecompressoren. Met armen en benen. Nou ja, daar zijn we in de continu-industrie niet zo erg van gecharmeerd. Nee, veel onderhoud. Veel onderhoud, geplande stops per jaar. En dat past dan niet in onze onderhoudsschema's die we gewend zijn om te gebruiken. Dus de leverancier moet dan inderdaad bereid zijn om zijn kennis en kunde
in hun ontwerpafdelingen ook hieraan te laten werken. Ja. Ook met een stukje toekomstvisie. Dus het vraagt ook van twee kanten, zeg maar, iets. Hè? Absoluut. Dus jullie willen risico nemen, maar het betekent ook dat de leverancier mee moet in zo'n proces. Ja. En ook denkt van, nou, ik zie daar ook iets aan de horizon, een potentieel, ja, om daar op in te zetten. Je zei net al van, nou, het is geen kant-en-klaar product, hè? Dus je moet zoiets ontwerpen. Het is eerder een concept dan een product, om het zo maar te zeggen. En in het filmpje kwam ook even de integratiekosten voorbij, hè? Want het is niet alleen het ding zelf, maar je moet het inpassen in je bestaande proces. dat noemde je ook als een barrière, zowel de kosten als de moeite van integratie. Waren die vooraf goed overzien? Nou, we hebben binnen DAO een redelijk grote ingenieursafdeling zelf. Mm-hmm. Die betrek je dan bij zo'n proces en dan zeggen ze van, nou, die maken er in de verschillende stappen van het proces wat je estimates doorloopt, die kostenraming, en dat wordt steeds helderder en beter. Dat hadden we relatief goed voor elkaar. Anders heb je ook niet de basis om bijvoorbeeld met de overheid voor een subsidie te kijken. Maar je moet dan, dat is wel een goed punt om te noemen, je moet als het ware een voorinvestering doen in al die inspanning voordat je steun van de overheid kunt vragen. Ja. Dus dat is een stuk wat je moet accepteren. Mm-hmm. En nou, dan krijg je een redelijk beeld en een inschatting op basis van gewoon de thermodynamica, van hoeveel stroom gaat dat ding gebruiken, hoeveel energie of stoom waardeer ik op. Die stoom die wordt eigenlijk, naast dat je hem verdicht met de drukverhoging, gaat ook de temperatuur omhoog. Mm. Dan moet je ook regelen dat die temperatuur niet te hoog wordt. Nou ja, dan moet je dus wat water, boilerfietwater injecteren. Dat zijn allemaal onderdeeltjes waar je tegen gaat komen en waar je moet leren van hoe werkt dat dan. Als ik dat doe, hoe uitzicht dat dan op een draaiende machine? Dan krijg ik erosieproblemen of iets dergelijks. Dat zijn allemaal vraagstukken waar we van tevoren hebben afgewogen. Gelukkig heeft dat allemaal uiteindelijk zijn weg gevonden. Integratie is niet zo simpel. Het is net als een vliegtuig. Je kunt je heel goed bedenken als die helemaal vliegt. Maar hoe start die en landt die? En dat was bij deze installatie ook best een ingewikkelde. Want je begint met 3,5 bar en je wilt eindigen in de 12 bar net. Maar die zet je niet zomaar allebei open. Dan komt het even niet goed. Dan gebeurt er iets, hè? Dan gebeurt er iets. Dus hoe je dat moet doen, hoe je die van de ene oplift, optilt naar het andere. En de grenswaardes daar die je gaat tegenkomen. Nou, dat is een leercurve geweest. Wat was het ei van Columbus daarin? We hadden van tevoren natuurlijk nagedacht. Hoe ga ik dit ding opstarten? Ja. En de leverancier ook. Van, nou, dan moet je dat zus doen en zo doen. En dat bleek dus niet te werken. Dus dan met alle kennis en kunde die we met z'n allen hadden, bleek dat een leerervaring. En dan ga je weer terug om tafel en dan zeg je, nou jongens, dit werkt dus niet. Na zoveel keer geprobeerd, we krijgen hem niet online. Hoe doe je het dan wel? Nou, welke opties? Nou, dan krijg je een brainstorm sessie en uiteindelijk zeggen we, nou, maar als we het nou zo proberen. Dat zou kunnen. Nou ja, dat gedaan, in de software gevat en toen op de knop en toen liep die. En het werkte. En dat werkt. Kijk, dus het gebeurt onderweg ook nog het een en ander. Ja. Nou, mooi. Ik kijk even naar mijn vragen. Die keuze van die leverancier wil toch nog even ietsje zijn. We hebben voor Atlas Copco gekozen. Er zijn andere technologieën, andere mogelijkheden, andere soorten compressoren. Wat zijn nou voor jullie belangrijke criteria als DAO? Op basis waarvan selecteer je nou? Natuurlijk is voor deze technologie veiligheid staat sowieso voorop. Mm-hmm. Je moet een leverancier hebben die snapt in wat voor omgeving dit soort apparaten moet komen te staan. Mm-hmm. Dan een leverancier die met een bepaalde historie een track record heeft. Mm-hmm. Nou ja, gelukkig zijn dit gerenommeerde bedrijven. Mm-hmm. En daar zijn er een aantal van. Dus die kennis kun je vinden. Mm-hmm. Dat is een criterium. En dan natuurlijk de kennis van onze en ervaring die je in andere toepassingen met dezelfde leverancier opdoet. Dat speelt ook een rol, een sterke rol. En heb je een leverancier die relatief dicht in de buurt zit. Dus waar je makkelijk mee kunt schakelen. Nou, dat was in dit geval ook het geval. Dordrecht geloof ik, hè? Of Zwijndrecht, waar zitten ze? Ja, alleen de compressor die komt uit België. Okay. En dus die lijntjes moeten relatief kort zijn. Ja. Nou, waar wij mee te maken kregen is corona. Oh ja.
Dus de coronaperiode die heeft wel de boel best wel lastig gemaakt. Mm. Omdat zeker in een proefinstallatie, als je wijzigingen wil doorvoeren en de hele boel gaat op slot om zoveel mogelijk de productie te garanderen, ja, dan staat dit eventjes op een laag pitje. Ja. He, dan is de prioriteit. Heeft dat anders. Vertraagd? Dat heeft wel degelijk bij ons vertraagd. Mm. Mm. Maar gelukkig is die barrière natuurlijk overwonnen en op een gegeven moment was er wat meer ruimte om verbeteringen door te voeren. En toen hebben we de unit aangezet. En nu, toen we de film maakten, stond die even uit omdat ze aan de leiding aan het werk waren waar die op aangesloten. Maar het zit aan alle kanten, dus net of het werkte, toch? Precies, nou, maar dat is wel de dagdagelijkse praktijk waarmee je te maken hebt. En zo'n ding moet natuurlijk ook worden bediend door operations. Hè. Die moet je ook integraal meenemen in je proces. Ja. Want zij moeten ook zich goed voelen bij het bedienen van zo'n installatie. Snappen wat het is en wat het moet doen. Daar moet je niet achteraf mee komen van, hey, we hebben dat ding neergezet. Kunnen jullie eens meekijken? Dan ben je redelijk laat. Ja. Je noemde net al even, zeg maar, het online krijgen van dat ding. Dat was even, dat werkte niet. Dus dan moest je even terug naar de tekentafel en het opnieuw doen. Waren er nog meer tegenvallers waarvan je zegt van, nou, daar hebben we best wel wat van geleerd? Nou ja, ik noemde het al eventjes. We hadden een lekje in het oliesysteem. Mm. Dus dat zijn in feite allemaal randvoorwaarden die eigenlijk met het principe helemaal niks van doen hebben. Nee. Alleen het moet wel kloppen. Ja. En nou, we hadden in die waterinjectie. Dat was nog niet fijn getuned voor zover dat moest zijn. Er was ook een leercurve van de onderleverancier, van de compressorleverancier. Want dat is ook wel interessant om te noemen. Ja. Zo'n compressorleverancier blijft ook bij zijn kern van zijn ontwerp. Mm. Die gaat ook niet alle dingen die eromheen zitten zelf zitten bedenken. Mm. Dus daar zit ook een interactie. En dat zien wij soms niet. Hè, als eindgebruiker. Nee, precies, maar je krijgt het turnkey aangeleverd, maar het is ook opgebouwd in onderdelen. Net als je auto's, het banden en de noem maar op. Ja, exact. En dus er zit een elektromotor, er zit besturing in, daar zit een smeeroliesysteem. Nou, je kunt het je voorstellen wat een machine nodig heeft. Dus dat geeft ook een aparte dynamiek. Ja. En dat moet je accepteren als je dit soort dingen doet. Ja. Is er nou achteraf gezien, want nou, van idee tot realisatie heeft heel wat jaren geduurd. Kun je zeggen, achteraf gezien, als we dat en dat gedaan hadden, had het sneller gekund? Even los van corona, want dat overkomt je. Ja, had je jezelf kunnen beïnvloeden? Ik denk het nauwelijks. Ja. Ik denk het nauwelijks. Mm-hmm. Dit soort dingen, dit soort processen. Kijk. Een pilot, dat is eigenlijk voor bijna niemand zijn hoofdtaak. Hmm. Alle betrokkenen doen dit erbij. Hmm. En dat betekent automatisch ook dat je natuurlijk, je hebt een projectmanager die dat doet, hè, gelukkig. Want anders komt het helemaal niet goed. Hmm. Maar je bent overgeleverd aan de normale ritme van een organisatie. Soms ja. Als je ambitieus bent, wil je alles dat het altijd sneller gaat. Mm. Maar je moet ook reëel zijn dat dingen soms gewoon tijd kosten. Ja. Wat is de uiteindelijke energiebesparing van dit systeem? En dan kijk ik even naar Egbert. We maken 14 ton 12 bar stoom. Mm. Dus dat is best. En als je dat uitzet tegen de totale site stoombalans, dan is het iets minder dan 1%. Dus op het grotere geheel een relatief kleine bijdrage. Maar als ik dan met kleinere bedrijven praat, die zeggen, 14 ton stoom, dat is best wel veel. Ja. Dus dan zie je, alles is relatief. Op zo'n grote geïntegreerde locatie, net als bij Gemmelot, dan praat je al gauw over hele grote getallen. Ja, het is een pilot, zei je. Ja. Dus als DAO zeggen jullie van, nou, we willen dat schalen, want dan pas wordt het echt economie of scale. Naar wat voor percentage zou je toe kunnen met zo'n MVR? Dat hangt helemaal weer af. Kijk, als je er aan de bovenkant van het temperatuurgebouw minder in gaat stoppen, dan wordt dit relatief groter. Ja. Hè? En als we het uitzetten tegen de huidige balansen, schat ik zo in 10-20% ruimte. Hmm. Als er ruimte is. Hmm. He, ik moet dat wel heel erg onderlijnen. Want als je moet in je systeem ruimte hebben voor die warmte op die druk. Kijk, het heeft natuurlijk geen zin
om hier stoom mee te maken waarmee je iets wil aandrijven. Nee. Want dan kun je beter direct die elektromotor op die aandrijving zetten. Ja. He? Dus je moet stoom toepassen in applicaties waar je aan het zoeken bent naar warmte. Ja. En dan kun je ook weer, dan kan je het circulair maken. Dus de spin-off van dit soort technologieën is ook dat je bijvoorbeeld minder koelwater nodig hebt. Ja. Omdat je de warmte weer terug optilt. En dus naast CO2-besparing moet je ook in die richting denken. Okay, van waterbesparing. Waterbesparing, ja. Koelsysteembesparing. Ja. He, want het is altijd een beetje een rare discussie als je praat over warmtepompen. En ja, wat is dan de terugverdientijd? Maar we vergeten dat de terugverdientijd van een koeltoren die bestaat niet. Ja. Dat is een noodzakelijk kwaad. Ja. Dus daar zit altijd een beetje een rare hersenkronkel tussen. Ik herinner me dat jij toen we een keer over de site liep, je zei die toelkoren... Koeltorens, dat is, moeten gewoon weg. Ja, uiteindelijk eigenlijk is het onzin. Ja, alleen je moet ook reëel zijn. Hè. Zegt die eerste hoofdwet van thermodynamica zegt energie gaat nooit verloren. Nou, dus, ja. Dus als wij energie gaan vrijmaken, links of rechts uitzicht dat. Nou, hopelijk grotendeels in de moleculaire structuur van, van de materialen die we maken. Maar het is niet ideaal. Dus je zult altijd een hoeveelheid restwarmte houden. En wij voorzien ook al passen wij dit toe in de, op grote schaal in de toekomst. En je ziet het rond je heen. Dan zal restwarmte altijd een thema blijven. Je weet misschien, we zijn bezig met een warmtenet hier in de regio. Dat is omdat wij zeker weten dat die restwarmte er zal blijven. Als ik overga van... elektriciteit naar groene waterstof in de opwekking. Ja, nou, dan moet je het heel goed doen, dan heb je 70% waterstof, maar 30% is restwarmte. Die blijft er dus. Dus ik ben niet zo bang dat we straks zonder restwarmte zitten. Ik ben bang dat wel blijvend is. Ja, en dan bedoel je restwarmte uit elektrolyse? Ook, maar ook uit onze processen. Ook uit onze processen, ja. Absoluut. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook wat je nog even op wil bevragen, want jij bent ook bij ISBT actief betrokken. Ja. Als je kijkt naar dit type technologie, waar zie jij vooral de potentie? Waar zou dat kunnen uitrollen in Nederland? Overal waar je temperaturen of warmte gebruikt voor verwarmingsdoeleinden, daar zou het, en met name hoger dan waar een gesloten warmtepomp zijn plek zou kunnen krijgen. Ja. Want die gaan tegenwoordig ook al, ik heb al leveranciers gehoord, tot 160 graden. Maar alles wat je daarboven zit, tot aan... Nou, zo'n 250, 300 graden, kun je met deze technologie. Ja. Nou, dat is een behoorlijk stuk van de industrieel gebruik. Ja. In allerlei, als je naar de warmtekaart kijkt, dan zit daar veel voedingsmiddelenindustrie, noem maar precies, op. Precies, voedingsmiddelenindustrie is daar groot in. En dan hebben wij natuurlijk de zwaardere chemie in de basisindustrie ook een vraag als wij onze andere processen verduurzamen. Dus dat is wel degelijk een heel groot toepassingsterrein. Ja, dus die pilot is ook een soort pilot voor Nederland, zeg maar. Zo beschouwen we het. Mooi. Ja, nou ja, daar heb je ook de dij voor gekregen, toch? Om het te kunnen uitstralen. Laatste vraag aan jou, Kees. Welke belangrijke les heb jij geleerd uit dit project die je zou graag zou willen delen met jouw peers hier in de zaal? Ja, ik wilde graag herhalen. Hou vol. Okay. Geef niet te snel op. Laat je niet afschrikken voor mensen die argumenten hebben om waarom iets niet zou kunnen of waarom het nu niet moet. Want er is altijd een reden waarom iets nu niet moet. Of het is crisis, of het gaat er goed, of we hebben zijn andere uitdagingen. Er zijn altijd wel iets. Dus hou het langere termijn ook in beeld. Kijk je niet alleen maar naar de korte termijn. Nou, ja, je past heel goed bij Herbert Douw, denk ik. Mooi. Hoe is de oplossing tot stand gekomen van de mechanische damprecompressie? Dat is vooral, denk ik, heel interactief geweest. Wij hebben van Douw te horen gekregen dat ze wel veel lager druk stoom over hadden. Maar ja, hoeveel dan en welke druk en hoe continu? Dat is ook een spel natuurlijk, want vaak zijn die data niet betrouwbaar. Vaak is het ook van, ze willen dat liever niet weten, want het is allemaal warmte die weggegooid werd. Dus daar praat je niet over. Hè? Dat is in feite een soort non-issue, wil je niet over praten. En daar hebben we denk ik een stuk of vijf varianten bekeken, een stuk of vijf casussen, van groot naar klein, van wat zou haalbaar zijn. En die hebben we doorgerekend, eerst conceptueel, echt een beetje performance.
en gezegd, ja, dit ziet er wel heel interessant en gezond uit. En daarna is de verfijningsslag gekomen van, oké, welke wordt er uitgepikt, welke machinerie hoort erbij, wat zou een goede pilot zijn en zo. Maar zo is het wel begonnen, dus echt wel van grof naar fijn. We hebben daar samen met Bluterra en onze interne experts van verschillende disciplines, hebben de uitvraag gedefinieerd. En vervolgens hebben we alle verschillende technische opties, niet alleen deze, dit type van compressor, hebben we met elkaar vergeleken. Een groep analyse methode opgezet, de plussen en de minnen. En uiteindelijk maak je dan een keuze, oké, die oplossing kiezen we dan. Ja, hoeverre was dit maatwerk? Ik denk dat het volledig maatwerk is, ja. Je hebt wel eens situaties die echt 100% op elkaar lijken, maar dit overschot kwam uit een specifieke plant. Daarvan staan er een paar op de wereld bij Dow, natuurlijk ook bij andere bedrijven. Maar als je dit zou projecteren op een andere plant van bijvoorbeeld Dow, zou dit niet passen. Dus je moet echt kijken van hoeveel druk en hoeveel flow heb ik over en welke druk en temperatuur heb ik weer nodig als output. En kan ik dat ook fysiek inpassen daar op die plaats? Hè? Is niet input en output 2 kilometer uit elkaar verwijderd bijvoorbeeld? Nee, dat zit hier dicht bij elkaar. Dus ja, dit is wel maatwerk. En zeker omdat hier van deze techniek geen referenties of nauwelijks referenties in de procesindustrie van waren. Die waren er wel in de foodindustrie, maar dan veel kleinschaliger. En in de zoutindampindustrie, maar dan weer heel anders toegepast. Dus ik denk, ja, dit is echt wel maatwerk, ja, zeker. Uit mijn rol als Technology Innovation Manager moet je natuurlijk mensen met mensen praten en ze enthousiast maken. Je identificeert een kans en dan ga je met mensen, je betrekt disciplines die allemaal hun kennis in aanreiken en bijdragen leveren op het gebied van meet- en regeltechniek, op het gebied van rotating equipment noemen wij dat, dus draaiende machines. Mensen die met een onderhoudsachtergrond, mensen met een elektrische achtergrond, want er staat wel een grote elektromotor voor. Mensen die operationele ervaring hebben, van hoe werkt dit in de praktijk als ik die systemen in de installatie moet gaan bedrijven. Al dat soort kennis moet je samenbrengen en ja, daar moet je mensen voor spreken. En dat is een deel van het werk wat ik doe. Zijn we na de installatie betrokken geweest? Ja. Dit project is gesubsidieerd door enerzijds een subsidie van de provincie Zeeland vanuit de Green Deal. Maar nog meer vanuit het DIJ-programma, DIJ-plus-programma, of toen heette het nog het DIJ-programma geloof ik. Daarvoor is een forse subsidie verleend. En onderdeel van de subsidie is dat je de leereffecten uiteraard goed rapporteert en de installatie een tijd lang volgt. En ook die kennis verspreidt, bijvoorbeeld zoals vandaag. Hè. Dat is gewoon denk ik een schoolvoorbeeld zoals het moet. En de installatie hebben wij 3 jaar lang gevolgd, ook door alle kinderziektes als het ware, waar het nog niet goed liep met allerlei, nou ja, noem het maar aanloopproblemen. En dat is netjes gerapporteerd en dat is deel daarvan is ook publieke informatie, die is ook op internet te vinden. Dus ja, die kennis is gedeeld en die hebben wij goed gevolgd en uiteraard hebben wij daar zelf ook weer veel van geleerd, want voor ons was dit de eerste van deze toepassingen.